Een goedenavond allemaal. Welkom bij de zoveelste Apollo-voordracht. En het is een min of meer de laatste uit de reeks. We zijn ongeveer een jaar geleden begonnen met Apollo 7. Omdat een jaar geleden ook ongeveer Apollo 7 is doorgegaan. De eerste Apollo-vlucht, de eerste bemande Apollo-vlucht. De eerste bemande vlucht na Apollo 1. U weet wel, de brand. Waarbij 3 astronauten tijdens een oefening om het leven zijn gekomen. December 68 hadden we dan Apollo 8. Opnieuw met enkel en alleen een Apollo-capsule. Maar deze keer vloog ze wel naar de maan. De eerste keer dat 3 mensen, of welke mens dan ooit, rond de maan is gevlogen. Een belangrijke stap in zekere zin. Hè. Apollo 9 speelde zich terug af rond de aarde. Want dat was de vlucht waarbij de Apollo-capsule samen met de maanlander werd uitgetest. Dat klinkt misschien raar dat je een maanlander uittest in een baan om de aarde. Maar zo was het nu in elk geval. Maar dat verliep allemaal zodanig goed dat met Apollo 10 de maanlanding al eens een keer gerepeteerd werd. Effectief, nabij de maan. Waarbij de astronauten met de maanlander tot een pakweg 15 kilometer zijn afgedaald. En dan, spijtig genoeg voor hun, terug naar boven zijn moeten komen. En dat effende dan de weg voor Apollo 11, 20 juli 1969. Toen dat 2 Amerikanen, 2 mannen, 2 mensen voor het eerst op de maan zijn geland en er effectief ook hebben rondgewandeld. De volgende vluchten, 12 tot en met 17, ben ik niet geneigd om daar vlucht per vlucht nog iets over te gaan te vertellen. Misschien dat we op laatste rond Apollo 17, maar daarvoor heb ik nog tijd tot in 2022. Daar kan ik dan nog eens rustig over nadenken, dat we misschien dan toch nog iets doen. Een aantal zaken die we ondertussen gevonden hebben. Maar om die andere vluchten en ook om het hele Apollo-programma, de dingen dat ik, want ik ben ondertussen al misschien al wel meer dan 2 jaar hier en daar boeken aan het lezen en dat soort van zaken om van alles op te zoeken en gewoon achtergrondinformatie en dat soort van zaken. En dan kom je soms wel een hoop dingen tegen dat je denkt, oh god, is dat ook gebeurd? Of tja, hoe zit dat nu juist in elkaar? Of daar wil ik wel eens wat meer over weten. En dan zeg je onze vriend Google of Bing of wie ever dat je wilt gebruiken als zoekinstrument. Maar in elk geval, je komt dan heel wat verhalen tegen. En de ene verhaal leidt soms tot het andere. En dat zijn vaak dingen die niet in de gewone voordrachten over een vlucht passen. Maar wat we dan eens een keer een aparte voordracht over gemaakt hebben. En dat komt vandaag een beetje allemaal samen in de Apollo-anekdotes. Met anekdotes verwacht je misschien dat het allemaal grappige verhalen gaan zijn of... Dat hoeft daarom niet. Er zitten ook heel serieuze verhalen tussen. We gaan zelfs heel serieus eindigen. Dat zijn misschien van mij ook niet gewoon, maar het zal zo toch wel zijn. Maar we gaan een beetje van alles aan bod laten komen. En we beginnen gewoon met de eerste woordjes. Want iedereen kent de eerste woorden van Armstrong op de maan. Je moet dat niet vragen, iedereen kent die. Maar kennen jullie ook de eerste woorden van al die andere maanlandingen? Die van Apollo 13 gaat je niet kennen, want die zijn nooit geland. Maar die anderen zijn wel degelijk geland en die hebben ook allemaal hun eerste woorden uitgesproken. Waren die even memorabel als die van Apollo 11? Blijkbaar niet, want niemand kent ze. Maar daarom waren ze niet altijd minder serieus. We gaan eens een keer gewoon kijken wat er zoal gezegd is. Trouwens, wat bedoelt men met de eerste woordjes op de maan? Iedereen zegt Armstrong, small step en bla bla bla. Aldrin zegt van, nee, ik heb de eerste woordjes op de maan. Aldrin kende ongetwijfeld dat hij de eerste woordjes op de maan heeft uitgesproken. Het hangt alleen vanaf, wat verstaan we onder de eerste woordjes op de maan? Ja, wat verstaan we op de maan? Wel, Aldrin zegt van, kijk, als de maanlander afgedaald is naar het maanoppervlak, aan de landingspoten, 3 van de 4, wat dat ladderke was, had je dat niet, hangen zo van die sensoren aan. 2-3 meter lang, die kabels. Daar hingen hier sensoren aan. Als dus het moment dat die de grond raakte, ging er een lichtje branden. En dan wist men, oké, we raken de maanbodem. Dus zei Aldrin, contact light. Zijn dat nu de eerste woordjes op de maan? U zult het waarschijnlijk met mij eens zijn. Ja, dat is een beetje overdreven. Dat zijn niet echt, je staat nog niet op de maan. Hè? Dus op het moment dat we dan effectief op de maan geland zijn, de poten staan op de grond, dan zijn daar de memorabele woorden door Aldrin uitgesproken. Dat was gewoon een van de lichtjes en zo, zeker, weet ik wat. Ik heb ook niet opgezocht wat het juist betekent. Hè? ACA, out of detent. Dat waren dan volgens hem de memorabele woorden die hij als eerste op de maan uitsprak. Ik denk dat een paar zinnetjes later de woorden van Armstrong veel meer zijn bijgebleven. Houston,
Tranquility Base hier, the Eagle has landed. Die zijn veel meer bijgebleven, uiteraard. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, maar ja, je zit toch altijd in je capsule. Je zijt er niet uit. Dit telt allemaal niet. Armstrong is de ladder afgegaan. En je weet, degenen die Apollo 11, de voordracht, hier gezien hebben, staan ook allemaal op het YouTube-kanaal van Urania. Het ladderke was, het laatste sport was een beetje hoog van de grond. Hij moest dus naar beneden springen. En dan kom je op die grote ronde schijf van de landingspoot terecht. Dan heeft Armstrong een keer rondgekeken en hij heeft het maanlandschap beschreven. Zijn dat de eerste woorden op de maan? Misschien wel, misschien niet. In elk geval, hij staat nog niet echt op de maan. Er zit nog altijd die schijf onder. En dan uiteraard heeft hij zijn linkervoet op de maan gezet. En dan komt hem aan die woorden die we allemaal kennen. Het hangt er allemaal vanaf of dat je gelijk Aldrin gelijk wilt krijgen of niet. In welke richting dat die discussie gaat. De reden waarom dat de ladder zo hoog stond, ik denk dat die, of de onderste sport zo hoog stond, was dat Armstrong eigenlijk te zacht geland is. Normaal gezien was het dus berekend dat er een bepaalde schok zou opgetreden zijn, waardoor dat die poot in elkaar zou geschoven zijn, waardoor het ladderje verder naar beneden kwam. En dan had je een klein stapje om op die schijf te stappen. Maar nu was dat iets van 80 centimeter en moest hij dus effectief naar beneden springen. Dat was zijn eigen stomme schuld. Aldrin, als die dus hier de ladder is afgedaald, daar heeft dan Armstrong wat foto's van genomen. Heeft Aldrin de Magnificent Desolation. Dat waren zijn eerste woorden effectief op het maanlandschap. Ook een van zijn biografieën heeft hem die als titel meegegeven. Biografieën die ik trouwens niet gelezen heb van hem. Ook dat hebben we al een keer bekeken. Dus de berucht of de beroemde foto van de eerste voetstap. Toch als je onze vrienden Google en Bing mocht geloven. Maar we weten dat dat helemaal niet de eerste voetstap op de maan is. Ik denk dat daar gewoonweg al meteen overgelopen is door Armstrong zelf. En later ongetwijfeld door Aldrin. Dit is gewoon een voetafdruk van Aldrin die in het kader van een of ander experiment heeft genomen. Maar het is zo'n iconische foto geworden dat dan nog altijd als de eerste stap op de maan door het leven gaat. Apollo 12. Oké, er wordt op veel plaatsen gezegd dat whoopie. De eerste woorden van Conrad waren op de maan, maar blijkbaar stond hem dus nog op dat schijfje. Dus eigenlijk is het hetgeen dat hem daarachter zegt. Maar die whoopie, oké, je zou zeggen, de ene was kei serieus, de deze blijkbaar niet. Hè. Armstrong had er blijkbaar heel diep over nagedacht. Conrad duidelijk niet. Wel, hij had er wel degelijk over nagedacht. Hij is een keer naar Armstrong toegegaan en gevraagd van, zeg, uw eerste woordjes op de maan. Heeft NASA u verplicht om die te zeggen of heb je daar zelf op gekomen? Als Armstrong denk ik daar zelf op. Dat kwam ineens in mijn kop en ik heb dat gezegd. Niemand heeft tegen mij gezegd, je moet dat zeggen. Ah, dat is goed, zegt hij. Want hij had blijkbaar met een Italiaanse journalist een weddenschap aangegaan dat hem zijn eerste woordje op de maan whoopie zou zijn. Heeft daar dus $500 mee verdiend, die hem dan blijkbaar ook nooit opgeëist heeft. Maar dat is zijn eigen schuld dan ook weer, natuurlijk. Maar dat is dus het verhaal achter whoopie. Apollo 13 hebben we uiteraard niet, Apollo 14. Ik denk toen als Al Shepard op de maan stond, dat de vluchtleiding zelf het een en het ander gezegd heeft. Van, het is niet slecht voor zo'n oude vent gelijk jij. Want Shepard is ook de oudste man die ooit op de maan heeft rondgewandeld. Die was toen 47 jaar oud. Shepard, de eerste Amerikaan die een ruimtesprongetje gemaakt heeft. Heeft dan een tijd uitgelegen, omwille van gezondheidsproblemen, heeft dan geopereerd geweest, mocht dan terug de ruimte in met Apollo 13. Maar NASA-management vond dat hij iets te snel terugkwam, dus dat hij iets meer training nodig had, is dan naar Apollo 14 doorgeschoven. Had hem dus met Apollo 13 gezeten, had hij inderdaad nooit op de maan geweest. Hij heeft dus wel een beetje geluk gehad. Het was inderdaad een hele lange weg, maar is er dan toch geraakt. Apollo 15, kunnen van Scott wil zeggen dat hij na Armstrong misschien wel de meest serieuze woorden heeft uitgesproken van dat het in de natuur van de mensheid lag om te gaan exploreren. Dat we dus niks voor niks daar op de maan staan. Het ligt gewoon in onze natuur. Daar is misschien wel over nagedacht. Apollo 16, dat wil ik nog eens een keer moeten gaan opzoeken wat Young daar nu eigenlijk allemaal mee bedoelde. En het is mij nog niet 100% duidelijk, maar Br'er Rabbit, dat is broeder konijn, dat is blijkbaar een of ander sprookje dat in Amerika heel gekend is, wat ik zelf nog nooit van gehoord had. En wat je Briar Patch is, dat is me ook niet helemaal duidelijk, maar dat konijn, dat moet zo nogal een ambetant kereltje geweest zijn, een eigenwijs kereltje, dat altijd beter wist, wist zijn eigen ook overal uit te draaien. Maar na x aantal pogingen hebben ze hem toch eindelijk in zijn hol gekregen. Ik denk dat het daar ongeveer rond draait, want het is bij Young, bij zijn vierde vlucht, dat hij eindelijk op de maan stond.
Vandaar dat hij zegt van kijk, I'm back in the briar patch where he belongs. Dus hij hoort wel degelijk, zegt hij op de maan thuis, hij heeft zijn doel bereikt. Young zou later nog een aantal vluchten met de Space Shuttle doen. Onder andere de allereerste Space Shuttle vlucht. Ik denk dat hij er uiteindelijk alles in totaal 6 vluchten gedaan heeft. Dus. Is trouwens ook verfilmd door Walt Disney. Dus, En Apollo 17. De laatste vlucht op de maan. De laatste Apollo-vlucht, de laatste maanlanding. En Kernan heeft, vlak voordat hij op de maan stapte, ook iedereen bedankt die op een of andere manier aan het Apollo-programma heeft toe bijgedragen. Er waren heel wat mensen die dat leuk vonden, omdat ze heel veel mensen hebben nu één keer meegewerkt. Ik geloof dat er een getal is van 1 op 500 Amerikanen die op een of andere manier bijgedragen hebben aan het Apollo-programma. Dus daar waren heel wat mensen mee opgezet dat ze op deze manier bedankt werden en dat er toch ergens wat aandacht aan hun geschonken werd. De rest is inderdaad gewoon beschrijving van het maanlandschap. Dat hebt u ondertussen hopelijk kunnen lezen. Nog zo'n iconische gebeurtenis, toch zeker voor de Amerikaan, is het planten van de vlag. En de vlag in de Amerikaanse ruimtevaart heeft ook een hele geschiedenis. Het was namelijk zo van in het Mercury-programma, die astronauten, zoals je kunt zien, die hadden een mooi zilverkleurig pak. Daar zou ergens het embleem van NASA wel opgestaan hebben, maar de Amerikaanse vlag heeft daar nooit opgestaan. Wel op de capsule, zoals je hier bij John Glenn kunt zien, me niet vergis, dat Friendship 7 van John Glenn, daar stond wel de Amerikaanse vlag op, maar op het ruimtepak niet. Daar was niet aan gedacht, of in elk geval, het stond er niet op, ook niet op zijn helm, nergens, alleen maar op de capsule zelf. Het is Ed White, tijdens Gemini 4, die had dan samen met zijn maat McDivitt, voordat ze vertrokken hebben, die gezegd had, zeg, kunnen we nergens zo een vlaggetje kopen voor op ons ruimtepak te plakken. Ik vind dat wel tof, te laten zien dat we toch Amerikanen zijn. Ed White ging ook de allereerste Amerikaanse ruimtewandeling doen. Dus ze hebben daar vlaggetjes op geplakt. En NASA vond dat dus een goed idee. En vanaf toen hebben ze elk ruimtepak het Amerikaans vlaggetje erop gezet. Maar dit was eigen initiatief van Ed White, dat dus vanaf toen de gewoonte geworden is. Ik weet niet of dat hem die onkosten heeft kunnen declareren achteraf, maar... Een vlag plaatsen, dat was dan zo het idee. Oké, we gaan naar de maan, we gaan daar onze vlag zetten. Nu, een vlag plaatsen wordt nogal verbonden met het idee van we nemen dat in bezit. Columbus, die, dan ga ik even spieken, op 12 oktober 1492... voet aan wal zetten voor de eerste keer aan de overkant van het water op een eiland dat later San Salvador genoemd werd. En hij had daar de vlag bij. Dat was toen, dat lijkt zo niet direct op een Spaanse vlag, maar het was wel de vlag van Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon, zijn twee sponsors. En dat was dus de vlag die zijn twee sponsors hadden. Het schilderij zelf, voor degenen die alles willen weten, is geschilderd door John van der Linn ergens rond de jaren 1840. En het is momenteel te zien in het Capitool in de Rotunda. Daar hangen allemaal schilderijen over de Amerikaanse geschiedenis en daar hangt dit schilderij ook. Maar het is duidelijk, Columbus eist de grond op voor zijn sponsors. En dat was iets dat men in Amerika bij de NASA ook wel wist, dit kunnen we niet maken. Ja? Want er was zoiets als het Outer Space Treaty, dat gewoon letterlijk zegt van kijk, je mocht dat niet opeisen. Alles dat buiten de aarde is, is van niemand. Of is van iedereen, denk er maar vanaf hoe je het bekijkt. Maar je kunt daar geen eigendom van maken. Er zijn firma's die momenteel €50 geeft of zo, dan krijg je een stukje grond op de maan. Je bent gewoon in het zak gezet, want die kunnen dat niet verkopen, want die hebben dat zelf niet. Maar Amerika kan dus ook de maan niet opeisen, omdat ze daar als eerste geweest zijn. Maar wat gaan we dan wel doen? Ja? Wel, er is een comité opgericht in februari 1969. Dat is dus een 5 maanden voor de lancering. Dat is dus niet goed op tijd, dat is heel kort. Je nog allemaal dingen moet gaan verzinnen. Oké, de vlag plaatsen, dat lag misschien een beetje gevoelig. Kunnen we dan niks anders doen? Wel, we nemen de vlag mee van de United Nations. En alle landen die bij de United Nations zijn, ik neem zo'n klein vlaggetje van mee. En misschien kunnen we toch een Amerikaanse vlag mee foefelen naar de maan zo. Want we moeten zo een folieken ophangen
om de zonnewind te meten. Hè. De zonnedeeltjes van de zonnewind, die vliegen daar tegen. En de ene kant, ja, daar komt niks tegen, daar kunnen we dan misschien het Amerikaans vlag op zetten. Dan hebben ze toch meegesmokkeld naar de maan. Daar kan niemand iets op zeggen. Hè. Dat is dan niet gebeurd. Ze hebben wel degelijk de vlag geplaatst, maar dan niet. Ten eerste hebben ze hun duidelijk gemaakt dat ze zomaar niet kwamen om het op te eisen. En dat ze gewoon weg. Dat is een plaat die op de maanlander staat, op alle maanlanders staat trouwens. Dat we dus in vrede gekomen zijn voor de gehele mensheid. Dus niet alleen voor de Amerikanen, maar voor de gehele mensheid. Die Amerikaanse vlag moeten we dan ook zien. Bijvoorbeeld, degene die eerst op de Mount Everest geweest is, die heeft daar ook een vlag eens gezet. Dat was niet om de Mount Everest op te eisen. Dat is gewoon, kijk, dit land staat hier als eerste op die berg. En zo moest dat dus ook bekeken worden. Er zijn effectief vlaggetjes meegegaan van alle landen die toen bij de United Nations zaten. Die zijn ook na de vlucht allemaal overhandigd. En toen is blijkbaar ook gebleken dat een aantal van die vlaggetjes ofwel niet klopten, ofwel was er het een en ander in dat land gebeurd en was die vlag veranderd enzovoort enzovoort. Dus dat is af en toe wel een klein beetje heisa rond geweest. Ja. Moet dat wel meepakken. En ja, oké, okay, we gaan een vlag meepakken. Wacht, hoe gaan we dat allemaal aanpakken? We zijn 3 maanden voor de vlucht ondertussen. Er moet iets verzonnen worden om dat op de maan te zetten. Jack Kinzler, dat was zo, om het heel simpel te zeggen, het hoofd van de klusjesdienst van het Marshall Space Flight Center. Marshall Space Flight Center. En dat is een beetje kort door de bocht, maar zwart. Hij mocht dus wel dat oplossen. Nu, je moet wel weten, zo'n astronaut in een ruimtepak, dat kan niet veel. Ja? Je kan daar wel mee rondwandelen. Gelukkig, want anders had Armstrong niet ver geraakt op de maan. Maar een steen oprapen of zo, of wat dan ook, dat gaat niet. Je kunt daar amper mee bukken en je kunt je armke, wat is het, ongeveer zo hoog krijgen. Dat gaat uiteraard wel, maar niet hoog, dat gaat niet met een maanpak. Dus om een vlag te zetten, moest je dan geen hoge vlag zetten, moest ook geen klein vlaggetje zetten, je moest daar toch een beetje over nadenken hoe dat je dat ging doen. Ze hebben een gewoon vlag gepakt, geen speciaal vlag of zo, want dat was allemaal geen tijd, een gewoon vlag gepakt. En ja, en dan 2 stokjes, soort van die telescopische staven, gelijk, hè. Mark daar op zijn statief ook gebruikt. Die schuiven in elkaar, die schuiven uit elkaar. Dat was een verticale staaf en een horizontale staaf. En dat moest natuurlijk klikken, want anders valt die vlag. Dus dat moest goed klikken. Meer moest dat niet zijn. Waarom moest dat telescopisch zijn? Omdat dat dan minder plaats in beslag neemt natuurlijk. Want zoveel plaats is er in die maanlander niet. Totale prijs, $80. Een van de goedkoopste dingen die waarschijnlijk ooit met de maanlander is meegegaan. Maar ja, wat gaan we dan opbergen? Ja, we hebben niet veel tijd meer om dat er nog ergens van binnen bij te duwen. Dat gaat niet. We gaan dat aan de buitenkant aan het ladderke vastbinden. Oh, 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 oh. Aan het ladderke. Dat is heel dicht bij de uitlaat van de daaltrap. Dat wordt daar nogal warm. Ons vlaggetje gaat verbrand zijn voordat we op de maan staan. Oh, dan moeten we dat wel goed inpakken. Ja. Dus hebben ze een heel constructie bedacht waar dat vlaggetje dus kon inpassen. Die constructie heeft dus een paar honderden dollars gekost. Hè. Dat vlaggetje zelf was $80, maar om dat ingepakt te krijgen, om dat goed op de maan te krijgen, dat was toch wel een beetje meer. Later, vanaf Apollo 13, hebben ze dat gewoon in de koffer van de maanlander gestopt. Dat is de Modular Equipment Stowage Assembly, gewoon de koffer van de maanlander. En je kunt dat, je ziet dat hier op het foto ook, ik ben dat vergeten te zeggen, toen we Aldrin van Ladderken hebben zien gaan, kon je dat ook zien, dat daar inderdaad zo'n bruine staaf zat. Daar waar de vlag in was opgeborgen. Je ziet het opgerold. En bij Apollo 11 hebben ze dat de ochtend van de lancering, toen de astronauten aan hun ontbijt bezig waren, toen hebben ze dat overgevlogen en hebben ze dat nog in de maanlander of aan de maanlander moeten bevestigen. Dus tijdens het ontbijt hebben ze die vlag aangebracht aan de maanlander. Dat is dus echt rap, rap, rap moeten gebeuren. Voilà, daar staat hem ze. Dat was 1 probleem. Het gaat natuurlijk veel te kort, ik heb dat niet kunnen trainen, niet repeteren. Die mannen hebben daar ook nooit geen training voor gekregen, want daar was allemaal geen tijd voor. Dus die moesten dat zelf op dat moment maar uitvissen hoe dat allemaal ging. En je moet, alleen met de Nocturne hier hebben we de beelden ook laten zien. Het is pure slapstick, want er waren wel een aantal problemen mee. Ten eerste, dat horizontaal stokje, dat ging niet helemaal uit elkaar. Dat stropte. Dat is ook de reden dat die vlag niet mooi strak gespannen staat. Zo gezegd, het is dus niet de wind van de maan. Er is geen wind op de maan. Het is gewoon wel van het feit dat de horizontaal stokje niet helemaal is uitgetrokken. Het grootste probleem lag hem hier, dat in de grond krijgen. Zeg het pure slapstick als je dat bekijkt. Want de ene zit dat daarin te duwen, dat gaat daar niet diep genoeg. De andere pakt dat af, die probeert dat. Dan staat dat weer te schuinen en opnieuw en opnieuw. Dus dat heeft een hele tijd geduurd eer dat die vlag daar min of meer naar een goesting op de maan stond.
Het enige probleem, wat ook niemand niet aan gedacht had, dat ding stond maar op 8 meter van de maanlander. En toen dat ze terug vertrokken, Aldrin had toch niks te doen. Die keek eens door het venster en die zag die vlag, oeps, omvallen. Ja, je had ook op de fotoservice zien, alle vlaggen zijn een heel stuk verder weggezet. Ja. Apollo 12, ja, je ziet het hier al. Hè. Groot probleem, deze keer gingen die telescopische stokjes wel mooi uit elkaar, maar dat klikte niet. Dus voor de foto, elke keer Apollo 12, als er zo'n manneke, ik zal het anders zeggen, als er een manneke aan de vlag staat, is het Apollo 12. Want dan moet iemand dat vlaggetje hebben voor de foto. Dus een keer goed lachen, dat zie je wel niet, maar een keer goed lachen. Maar voor de rest hangt er dat ding dus op die manier bij. Apollo 13, ja, die zijn nooit op de maan geweest. Ja, die maanlander is gewoon rond de maan te draaien terug naar de aarde meegekomen. En de maanlander ging dus opgeofferd worden op het einde. Die zou dus in de dampkring van de aarde verbranden. Maar een Amerikaanse vlag zomaar verbranden, dat doen we ook niet. Hè? Dus men heeft daar blijkbaar toch heel even over nagedacht. Gaan we ons astronauten geen ruimtewandelingsje laten doen om die vlag te gaan halen? Dat hebben ze dan toch gelukkig beseft, dat dat toch iets te veel risico inhield. Dat die bemanning helemaal niet meer in vorm was om dat soort van dingen te doen. En de vlag is dus mee opgebrand in de atmosfeer. Ze hadden wel wat kleinere vlaggetjes bij. Hè, en die zijn uiteraard dan wel mee teruggekomen. Apollo 14, daar is geen verhaaltje over te vertellen, dus ik had er ook geen verzinnen. Hè. Hetzelfde voor Apollo 15. Apollo 16, en je ziet dus inderdaad, dat staat een heel stukje verder al weg. Apollo 16 is de vlucht met John Young. En John Young zou John Young niet zijn, of die foto moest toch iets speciaals zijn. Dus in plaats van gewoon te salueren, is hij ook van de grond gegaan. En Apollo 17, dat is weer wel iets speciaals. Die vlag die ze hierbij hadden, was een beetje groter dan de gewone vlag. Deze vlag die was met Apollo 11 meegevlogen. Het was niet de vlag die ze op de maan hebben achtergelaten, uiteraard niet. Maar ze hadden bij Apollo 11 ook nog een andere vlag bij, een veel grotere. Die is dus mee teruggekomen en die hebben ze dan in Mission Control gehangen. En die vlag hebben ze dan met Apollo 17 meegestuurd om die op de maan te landen. Maar dan zat Mission Control zonder speciaal vlag. Dus Apollo 17 had op zijn beurt ook nog een tweede vlag bij, die dan mee naar Mission Control gegaan is om daar terug op te hangen. Ja. Maar volgens Kernan was dat dus wel een van de meest ontroerende momenten uit zijn leven, dat hij dus die bepaalde vlag die met Apollo 11 meegevlogen had, dat hij die op de maan mocht zetten. Voor de rest ook een schitterende foto, maar wat. Hoe zit dat nu momenteel met die vlaggen? Wel, Apollo 11, dat weten we, die is omgewaaid. Ze hebben met foto's van de Lunar Reconnaissance Orbiter, dat is al niet meer zo recente sonde, maar ik denk dat die ondertussen nog al wel meer dan 10 jaar rond de maan draait of zo, maar die heeft nogal een redelijke goede camera aan boord en die heeft dus foto's genomen van de landingsgebieden. En van Apollo 12, 16 en 17 kan je nog uit de schaduwen afleiden dat die vlag er nog staat. Dus hier zie je zo'n klein zwart streepje, dat is Apollo, hier staat Apollo 16, of de maanlander van Apollo 16. En dat klein zwart streepje, dat is van stokje en de vlag. Van Apollo 14 en 15 hebben ze niks teruggevonden qua schaduw, of misschien omdat de zon verkeerd stond, ik weet het niet. Maar ze hebben daar niks van teruggevonden. Het kan ook zijn dat die vlag inderdaad verdwenen, dat die vergaan is. Kleuren gaan daar waarschijnlijk niet meer op staan, dankzij de UV-straling van de zon. Dat nylon waar die vlaggen van gemaakt zijn, dat is door de omstandigheden waarschijnlijk ook keibroos geworden. Alleen al omwille van temperatuurverschillen, die straling en dat soort van zaken. Het kan goed zijn dat die andere vlaggen gewoon uit elkaar gevallen zijn. En dan, als je ergens rijdt langs Amerikaanse wegen, kom je dit heel leuk bordje tegen. Dat heeft te maken, en het is vooral dat zinnetje dat hier staat natuurlijk. Hè. Wij hebben de vlaggen die op de maan staan, die hebben wij gemaakt. Het verhaal gaat als volgt. Dus toen dat ze bezig waren, ze hadden dus, oké, we gaan een Amerikaanse vlag op de maan zetten. Ja, gaan we die kopen? Ah, Amerikaanse overheidsfirma, de NASA, dus die hebben ergens een dikke boek liggen van de overheid, de leveranciers die aan de overheid mogen leveren. Gebladerd naar de feu van vlag. En die verkopen de vlaggen aan ons. We bestellen er een paar, die komen daar binnen. Hè, voor geen $6 hebben die vlag per stuk. En dan de rest gaat naar de maan. Is er iemand? Maar kijk, die vlaggen, dat zijn dus vlaggen die door die firma geleverd worden. De bedrukking van die vlag doen wij niet, maar de grondstof voor die vlag, dat maakt ons fabriek. En ons fabriek ligt daar in Roddystown. En dat is op prikbordje gezet, onze vlag staat op de maan. En dat is dan
heel lang verhaal geworden. En de gemeente heeft daar dat bord gezet. Op het moment dat dat bord gezet werd, kwam er plots een ander verhaal. In iemand zijn memoires stond dat blijkbaar helemaal niet via die catalogus gekocht werd. Dat ze gewoon 's middags tegen de secretaresse gezegd hebben, ja, toen waren dat alleen nog maar vrouwen, dat ze tegen de secretaresse gezegd hebben, zeg, als je deze middag buiten gaat, springt de supermarkt een keer binnen en koopt daar eens wat vlaggetjes, want we hebben dat nodig voor op de maan te zetten. Dus de drie secretaressen, hoeveel dat er ook mochten zijn, die zijn allemaal gaan 's middags ergens iets gaan drinken, tasje koffie, tasje thee, whatever. Die zijn rap een vlaggetje gaan halen, zijn teruggekomen en dat vlaggetje is naar de maan gegaan. Het was bij Sears, als ik mij goed voor heb. De leverancier van de vlaggen bij Sears is een totaal andere leverancier dan in de overheidscatalogus. Degene die daar de grondstof voor levert, is een totaal andere fabriek dan die mannen. Ja, maar wie is het nu geweest? NASA heeft gezegd, wij weten van niks. NASA wil dat niet zeggen, want dan zou daar iemand commercieel voordeel kunnen uithalen. Dus NASA zwijgt als vermoord, waarschijnlijk omdat ze het zelf ook niet meer weten. Maar dat bord staat er nog altijd. Je kunt dat, als je Rodistan opzoekt en je gaat een keer op de grens kijken met Google Street View, dan zie je dit bord staan. Ik heb het daar ook zo daar maar uitgehaald. Dus en trouwens heb ik onlangs nog andere verhalen, maar dat is het belangrijkste verhaal over dat bordje hier. Hier de vlag op de VAB, het Vehicle Assembly Building. Op het Kennedy Space Center, daar staat ook een gigantisch grote vlag. Die stond er ten tijde van Apollo nog niet op. Ja, als je foto's ziet van de VAB, jaren 60, 70, die vlag stond er niet op. Die staat er maar eens op sinds 1976, bij de 200ste verjaardag van de Verenigde Staten, heeft men die vlag daarop gezet. Ze hebben dan een keer opnieuw herschilderd in 1999, omdat NASA toen 40 jaar bestond. En dan is een keer de vlag zwaar beschadigd geweest door twee opeenvolgende orkanen, door Frances en Jean, of Jean, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. En dan hebben ze die nog eens een keer opnieuw geschilderd in 2005. Ja. Maar de vlag zelf is dus van na het Apollo-programma. Dit even geheel terzijde. Nu, die man, het hoofd van de klusjesdienst, dat was wel iets meer dan het hoofd van de klusjesdienst, dat was geen stomme naal. En hij heeft nog een hele belangrijke rol gespeeld in het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Na Apollo is er Skylab gelanceerd. Dat was met alle rommel die ze nog over hadden van Apollo. Ze dachten, we gaan een ruimtestation maken. Dat was een derde trap hier van die Saturnus V-raket. Om iets in een baan om de aarde te brengen, hebben ze de eerste trap nodig, hebben ze een tweede trap nodig. En aangezien dat dit niet meer, als je dat leeg lanceert, weegt dat ook zo zwaar niet. Dus dan heb je met deze twee trappen genoeg om die een derde trap in een baan om de aarde te brengen. Als je daar nog een paar schotjes in zet en een beddeken en een keuken en zo, dan heb je iets waar je in kunt wonen. Dus daar hebben ze een ruimtestation van gemaakt. Alleen, toen dat Skylab gelanceerd werd, want dat is dan de naam van dat ruimtestation geworden, bleek dat op het moment van de lancering, ja, dat ding dat heeft ook een micrometeorietenschild, want als er stof tegenkomt en dat knalt daar tegen, dan moet je dat tegenhouden, want anders heb je gaatjes in je ruimtestation en dat schijnt is dat ook niet zo leuk. Dus er zit een micrometeorietenschild rond, dat is eraf gescheurd, en heeft ook een van de zonnepanelen mee losgetrokken. Een ander is geblokkeerd, het ander was losgetrokken. Dus als dat ding in de ruimte kwam, normaal gezien moest een dag nadien de eerste bemanning al vertrekken. Maar ja, dat hitteschild deed ook dienst als thermisch deken. Dus als de zon erop scheen, om het ruimtestation een beetje koel te houden. Maar ja, dat was nu weg. Het werd 52 graden in dat ruimtestation. Dat is een beetje warm om daarin te werken. Men had schrik dat door die hogere temperatuur dat er giftige gassen zouden vrijkomen. Daar zat ook al ik weet niet hoeveel voedsel in, want de dag nadien zou de bemanning vertrekken. Dus dat had ook nog eens een keer dat dat slecht ging worden. Daar moest dus zo snel als mogelijk een oplossing verzonnen worden. De lancering van die eerste bemanning is eerst 5 dagen, dan nog eens 5 dagen uitgesteld. Dus in totaal 10. En heel wat ideeën de ronde gegaan en ingewikkelde ruimtewandelingen enzovoort enzovoort. En dan Jack die zei, ja maar mannen, we hebben hier in het eigenlijke laboratorium is er ook nog een luchtsluisje waarmee we bepaalde dingetjes gemakkelijk in de ruimte kunnen zetten, experimentjes en zo. Als we dan nu gewoon eens dat parasolletje doorsteken, ja, en we doen dat open en we trekken dat terug naar beneden, dan is het toch opgelost. Inderdaad, je hebt geen ruimtewandeling nodig, geen extra risico's, gewoon een paar. En dat hebben ze dan ook gedaan. Naderhand, met de tweede Skylab-vlucht, hebben ze dat wel vervangen door iets definitiefs. Zoals je ziet, de simpele oplossingen zijn soms nog de beste.
Dat zal wel iets meer gekost hebben dan dat vlaggetje dan $6, maar... Het heeft Skylab in elk geval gered. En dat was dus diezelfde jack van de vlag. Uiteraard, de vluchten van Apollo gingen ook in België niet onopgemerkt voorbij. En met Apollo 10 zat ons koninklijk paar, onze koning en onze koningin, onze toenmalige koning en koningin, die zaten in de tribunes om de lancering van Apollo 10 mee te maken. Uiteraard werden ze dan begeleid door mensen van de NASA om wat uitleg bij te geven en zo. En dat staat er dan ook in de teksten bij de NASA, worden ze effectief vermeld. Het zal misschien ook de enigste koning geweest zijn die nooit naar een Apollo-vlucht is gaan kijken. En hier zien ze heel enthousiast naar die machtige Saturnus V kijken die daar dus naar boven is afgeschoten. En om duidelijk te zijn dat ze in de goede richting kijken, wijzen ze er nog eens een keer. Dat is hem. Nu, na Apollo 11, en als ze uit quarantaine gekomen zijn, dan zijn die drie bemanningsleden onmiddellijk op de Goodwill Tour gestuurd. Daarbij zijn ze ongeveer heel de wereld op een paar weken tijd rondgegaan. Op de Facebookpagina van Collins, die heeft onlangs een pagina uit het schema laten zien. Spijt genoeg, in België zijn ze op de 9e oktober gekomen. Dat was een heel druk programma. Hè? De 9e oktober zijn ze eerst naar Amsterdam geweest en dan naar Brussel. Maar dat is dus net de vorige pagina stond dat. Maar je ziet dus, en hier zijn ze van Oslo naar Keulen gevlogen, Keulen, Berlijn, Berlijn, Londen. Dat is, in Rome hebben ze wat langer blijven plakken, maar daar zit ook het Vaticaan ook tussen, want ze zijn bij de paus ook geweest en zo verder enzovoort. En voordat je het weet, zitten ze daar ergens in Teheran en dat soort van zaken. Dat is dus op heel korte tijd enorm veel plaatsen. Ja. In zijn Facebook-dingen tekst stond ook in dat in Nederland, daar hebben ze de meest interessante vragen gesteld. En in België was het blijkbaar het meest verbaasd hoeveel dat de mensen van Amerikanen wisten. En zelfs koningin Fabiola heeft ook aan het praten geweest hoe dat was met Pat White. Dat was dus de vrouw van Ed White die daar in Apollo 1 in de brand was omgekomen. En hier staan ze dus te blinken in het Koninklijk Paleis. Hier ziet je ze op stap in het Koninklijk Paleis nog eens een keer een groepsfoto. Aangezien dat er niet alleen een Amerikaanse vlag mee was, maar ook van elk land dat in de Verenigde Naties zat, een vlaggetje meegegaan is, hebben we dan van de Richard, president van de Verenigde Staten op dat moment, hebben we dus een doosje gekregen met dat vlaggetje in en een stukje maansteen, of alleen in dit geval zelfs 4 stukjes maansteen. En ik heb me lange tijd afgevraagd waar dat die lagen. Die hebben blijkbaar ruime tijd in het Eurospace Center gelegen, maar die zijn daar nu weg, want die hebben... deze zomer kon je ze zien in het Koninklijk Paleis, was daar een tentoonstelling. Die doen daar elk jaar in de zomer een open deurdag. En dat jaar ging het onder andere over de maan en die lagen daar. Waar ze nu naartoe zijn, dat weet ik ook niet. We hebben ook de steen van Apollo 12 gehad. Dat heb ik ook nog maar deze week ontdekt. En hier staat onze koning en, als je hem niet moest herkennen, onze huidige koning. En dan ook nog prins Philip erbij. Prins Albert erbij. Dat was toen in... Eind december 1970 in het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen kon je dus die steen zien. Dat ding, Apollo 12 heeft dat maar eerder geweest, maar Apollo 17, wil er van het feit dat het waarschijnlijk de laatste vlucht was, hebben we opnieuw een vlaggetje en een steen gekregen. En die staan daar in Brussel in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Daar staat die nog altijd opgesteld. De foto is ook deze zomer genomen trouwens. En als we dan toch over België bezig zijn, dan hebben we het uiteraard over de Pool. Hè? Het beeldje dat daar op de maan ligt. En we kunnen de Pool beter zelf aan het woord laten. Dat is een filmpje dat ik ook op het YouTube-kanaal van Urania gevonden heb. Toen ik klein was, woonde ik dus vlak aan het getuid. En ik had in de zolder een zolderkamer, een klein vestje, waar ik het er al kon zien, naar het muziek luisteren en naar de maan scheen. Was ik aangetrokken tot die man. En ben naar Amerika getrokken. Ik heb al die jaren dus mij praktisch stilletjes aan meer en meer naar New Yorker gevoeld. En stilletjes aan ben ik met mensen in contact gekomen die ook op de NASA waren. En op een dag zijn we bijeengekomen met de mensen van Apollo 15. En plots heb ik het nu gezegd, of heeft Al het gezegd, of heeft... Ik weet het niet meer, zeg, let's put a work of Paul on the moon. Ik zeg, why not?
Ik ben van Amerika teruggekomen, want na die maaltijd met astronauten, en Nixon had gezegd, welke partij is het? Is het een Republikein of is het een... Nee, ze hebben net is het een Belg. Oh, dat is klaar, zegt hij. Moest klein zijn. Moest licht zijn. Mocht geen man of geen vrouw zijn en geen ras. Een kleine opdracht, hè. Ik had er nooit over dromen. Als ik in dat taxi stond bij mij thuis en ik zag naar de man en ze hadden gezegd, je gaat er een beurs om de man. En ik zeg, nee, nu, het heeft me in het zothuis, direct. Het is een heel avontuur geweest, het is bijna niet te geloven. Is dus het enige kunstwerk op de maan en dat komt hier van Antwerpen. Maar is dat wel het enigste kunstwerk op de maan? Want als je begint te zoeken, dan komt iets tegen en dat heet het Moon Museum. Dat is duidelijk niet groot, maar daar hebben wel heel wat kunstenaars aan meegewerkt. Dat was op vraag van een zekere Forrest Myers. En dan heeft, ja, bij mij is er maar één gekend, dat is een Andy Warhol. Die anderen zeggen mij niks, maar wat, dat zal eerder aan mij liggen, neem ik aan. Maar die hebben daar allemaal iets op getekend. Het is wel dus maar zo groot, hè? Myers heeft lange tijd aan NASA gevraagd, mogen wij iets meesturen? NASA heeft nooit ja gezegd, hij heeft ook nooit nee gezegd. Maar ja, als ze niet ja zeggen, dan kan dat dus niet mee. Maar dan hebben ze een beetje de omwegen gezocht. En ze hebben met een technieker gaan babbelen, die dan ook aan de maanlander werkte. En blijkbaar was het de bedoeling dat die mannen die dan die maanlander werkten, dat is zo, je weet, dat zit zo van die goudfolie rond. Dat zijn zo verschillende lagen, die isolatietoestanden en zo. En die foefelden daar zo eens een keer... Familiefoto ook, hè. Met de vrouw en de kinderen, foefelden die daar allemaal mee tussen. Want dan lag er een foto van hun op de maan. Hè. En het verhaal gaat dus dat een van die gasten dat mee daartussen gefoefeld heeft. Er is niemand, ze hebben effectief een sms gekregen, in die tijd zal dat wel geen sms geweest zijn, maar laten we zeggen een sms gekregen, dat het erbij in zat. Maar ja, er is niemand die dat kan bevestigen of dat dat nu mee is of niet mee is, want die gast kan dat ook gewoon gezegd hebben. We moeten in elk geval eens terug gaan kijken bij Apollo 12 of dat nu effectief is tussengevoefeld of niet. Maar ja, als dat zomaar groot is en waar hebben ze dat juist verstopt, is niet zeker dat je het gaat terugvinden. Nu, wat staat daarop? Heel interessant tekening. Er heeft er een lijn getekend. Er heeft er een wat meer lijnen getekend. Dat moet dan waarschijnlijk een soort van printplaat voorstellen. Ook dat hier van Chamberlain is een printplaat. Dit noemt dan officieel een geometrische variatie op Mickey Mouse. Ja. Dat noemt een linked symbol en ik weet niet wat jij daarvan maakt, maar dat zijn dus volgens mij de initialen van Warhol en de A van Andy en de W van Warhol. Als je daar iets anders in ziet, dat is dat geheel je eigen verbeelding. En ik weet niet of dat er nu met de Chinese maanlanders, met de Israëlische, met de Indische, die daar die twee laatst op de maan gekrast zijn, wat dat daar eventueel aan, want die hebben allemaal wel wat memorabilia meegestuurd, zit daar iets bij dat we als een kunstwerk beschouwen? Ik weet het niet. Dat heb ik niet verder echt uitgezocht. Maar voorlopig blijft ons Belgisch kunstwerkje nog altijd het enigste officiële kunstwerk op de maan. Die maanbodem, daar kunnen we ook heel veel over vertellen. En dan gaan we dat niet al te wetenschappelijk bekijken, want dan zijn we hier nog een week bezig, denk ik. Maar ik heb het al gezegd, van kijk, dat ruimtepak, dat liet niet echt toe om zomaar iets van de grond te pakken, om dat wat zand bij elkaar te pakken en in een plastic zakje te duwen. Dat bukken, dat ging niet. Er zijn allemaal knappe ingenieurs geweest die dus heel wat gereedschap uitgedacht hebben, dat je waarschijnlijk ook voor een groot stuk bij je thuis in de garage of in het tuinhuisje staat. Maar dat moest dan mee naar de maan, dus dat moest over nagedacht worden. Dat moest natuurlijk ook allemaal zo klein mogelijk bijeengepakt worden om mee te kunnen nemen. En als je bodemmonsters neemt, daar werden ook procedures voor geschreven. Allee, ik kwam er eigenlijk op neer. Dat werd niet altijd gedaan, maar als je een bepaalde steen oppakt, dan is het wel interessant te weten, ja, want lag die tussen andere stenen, ligt die daar gewoon in het midden van een hoop zand, komt je uit een krater, dus de context, zoals ze zeggen, als je dan een foto van neemt, dan weten ze de beneden ook van, ah ja, die heeft daar gelegen en dan is er misschien daar en dat en dat mee gebeurd. Dus daar werd ook op getraind. En dan vind je een hele hoop dingetjes. Armstrong bijvoorbeeld. Ik heb dat verhaal ook verteld bij Apollo 11, op de landing. Normaal gezien, als die van het ladderken gekomen is, moest hij als eerste onmiddellijk een bodemmonster nemen. Want als ze hem dan moest evacueren, direct terugkomen, dan hadden ze toch iets.
maar was bezig gelijk elke toerist met foto's te nemen. Dus dat ging voor. Eerst foto's nemen, zegt hem, dan bodemmonster. En dan ziet je in het filmpje, gaat hem dit hier inderdaad pakken, maar dat is dus ook een soort van stok. Je kent die dingen wel die je zo precies kunt breken, dus hij moest dat allemaal ineensteken. En dan met dat schubje, en dan heeft hem dat hier in zijn broekzak gestoken. Ja. Nu, je hebt niet alleen dat schubje, of dat netteken, of je kunt daar ook vlinders mee vangen, maar die zijn dat schijnt op de maan niet te vinden. Maar je hebt hier zo nog wat andere zaken om grond op te pakken of een steen op te pakken. Hoe dat je hier iets mee kunt oppakken, dat weet ik, heb ik ook nog niet door. Maar je hebt ook zo'n schubje. Daar deed ik vroeger de kolen mee in de kolenbus, denk ik. Maar zwart. Ik weet ook niet of dat al dit gereedschap al bij Apollo 11 aan boord zat, of dat dat over verschillende vluchten gaat. Ik neem aan dat dat over verschillende vluchten gaat, want zoveel tijd hadden ze nu ook weer niet om dat allemaal te gebruiken. Hier, dat waren een soort van dingen die ze in de grond konden steken om te zien of dat stevig grond was of moele grond en zo verder. Er zaten ook wat borsteltjes bij, dat ziet er met een maankborstel uit, maar het was blijkbaar om het stof af te doen. Ze hadden ook een loepje bij en ze konden zelfs hun stenen een keer wegen, hoe zwaar dat ze wegen. Hier zie je een van de astronauten zo'n treinen met dat schepnetje. Dat hier is een soort van holle staaf. Die moesten ze vrij diep in de grond duwen, omdat daar dan een bodemmonster, daar zit dan grond in die holle buis, dat bodemmonster moesten ze dan mee naar aarde nemen. Aldrin heeft daar enorm veel probleem mee gehad, want net als de vlag kreeg hij dat dus niet in de grond. De reden daarvoor is, op aarde zijn de zandkorrels, als je die bekijkt, dat verhaal heb ik ook al eens een keer verteld, maar als je op aarde de grond bekijkt, alle korreltjes, daar is erosie op plaats gehad. Dat is water en wind, en dan zijn de scherpe kantjes af. Dat is iets gemakkelijker om daar iets door te duwen. Op de maan is er helemaal niks erosie geweest. Daar zijn alle scherpe kantjes aangebleven. Dus als je daar iets in drukt, dan gaan al die korreltjes, die zandkorreltjes, die gaan in elkaar gedrukt worden. Die gaan niet mooi rollen. Nee, die gaan in elkaar gedrukt worden. En hoeveel te meer dat je daarin drukt, hoeveel te steviger dat die in elkaar komen. En daarom dat ze die vlag niet diep kregen en dat Aldrin dus ook heel veel problemen gehad heeft om een bodemmonster te verzamelen op die manier. Daarom dat ze vanaf Apollo 15 de drillboor hebben meegekregen. Een hamerken hadden ze ook bij. Dat zou zo'n typisch geologisch hamerken zijn dat de geologen mee hadden. Dat zal ook een ideetje van Schmidt geweest zijn. Schmidt was niet alleen de geoloog die mee was met Apollo 17, maar Schmidt was ook de astronaut die alle astronauten opgeleid heeft tot geoloog. Dus dat ze wisten wat dat interessante stenen waren, wat dat niet interessante stenen waren. Dat is niet voor een voetspoor uit te wissen. Dat was gewoon om de grond wat los te harken, om dan dat stukje bodem zo mee op te schudden. Dat was ook een grijpding. Ze gebruiken dat hier onder andere om de wegen en zo papiertjes op te rapen. Wel, daar kun je ook steentjes op de maan mee oprapen. Je moet dat ergens in doen. Het eerste bodemmonster is dus gewoon in de broekzak terechtgekomen. Maar daar werden dus ook allerlei zaken voor verzonnen die dan later in een koffertje terechtkwamen. En dat koffertje kwam dan mee naar de aarde. En ik denk als je dan ook allerlei bekertjes en snitjes. En als je dus genoeg bekertjes verzameld had, dan kreeg je gratis pintje op Maanrok in Mechelen. Hier ziet je nog zo van die bakjes. Nu, Apollo 11, Apollo 12, die... Ja, elke keer als die wat verzameld hadden, moest hij dat terug naar de maanlander brengen. En dan kon hij terug gaan wandelen en dan weer iets verzamelen. Als je zo wat kilo's moet over het weer sleuren, dan zeg maar, dan kun je daar dus niks beters voor verzinnen. Want we moeten al zoveel meesleuren en dan nog eens een keer al die stenen en zo. En dan hebben de ingenieurs weer aan het nadenken geweest en ze kwamen hier met dat karretje. Dat noemt dan officieel de Modular Equipment Transporter. De astronauten hadden daar een veel beter naam voor, ze noemden dat de Rixia. Een karretje, golfkarretje. Noem het hoe dat je het wilt, dat ze dus gewoon konden meesleuren over de maan. Daar zaten dan hun schubjes en hun nettekes en hun zakjes in. En daar konden camera's, al hetgeen dat ze nodig hadden, zat daarop. En daar konden ze dan gemakkelijk ook hun stenen ergens in leggen. En dat was heel gemakkelijk. Op aarde was dat toch heel gemakkelijk. Op de maan bleek dat iets minder gemakkelijk te zijn. Want je hebt wat minder zwaartekracht op de maan. 1/6 de zwaartekracht. Dus als je daar met de karken over een vrij ongelijke bodem, dus dat botst en te hotst en wat weet ik wat allemaal. En als je ruw terrein hebt, dan raakt het dus niet meer vooruit. Dus op gegeven momenten hebben ze twee astronauten dus effectief dat karretje gewoon opgepakt om dan zo verder te gaan, want dat ging veel vlotter dan dat verder te trekken. Dus ze zeiden van, mannen, dat werkt niet. Maar ondertussen waren we iets deftiger bezig
En hebben ze dus ook een autootje gemaakt, een buggy, om daar mee rond te rijden. Ze hebben aardig wat stenen verzameld. Dus vanaf Apollo 15 met autootje. Ze bleven dan ook al 3 dagen op de maan. Dat helpt natuurlijk ook als je wat stenen moet verzamelen. Maar je ziet, dat gaat dus nogal serieus in stijgende lijn. En er heeft dat iemand uitgerekend. Als je die landingsgebieden bekijkt ten opzichte van heel de maan, dan zou dat ongeveer 4 à 5% zijn van het maanoppervlak dat eigenlijk bekeken is. Er is dus nog wel werk aan de winkel. Totaal, hier ben ik niet helemaal zeker, want ik heb er ook al verschillende cijfers voor gevonden, maar dus een 382 kilo is er verzameld. De Russen zijn ook 3 keer geland op de maan, zij het onbemand. Ze zijn meer geland op de maan, maar ze zijn 3 keer hebben ze ook een bodemmonster mee terug naar de aarde kunnen brengen, volledig onbemand, volledig automatisch. En dat komt dan maar op 300 gram. De Chinezen zoeken dat, dit jaar zal dat wel niet meer lukken, maar met de Chang'e 5 zeker, gaan zij ook proberen iets analoogs te doen. Nu, vond ik wel een leuke vergelijking. Als je ziet, is 382 kilo met behulp van Apollo op de maan geraakt, op de aarde geraakt. We hebben ondertussen ook heel wat maanmeteorieten gevonden. En dat zou in totaal 190 kilo zijn. Ja? Het zou 371 stenen zijn. Dat is een cijfer dat dateert van juli 2019. En 371 stenen verspreid over 30 mogelijke impact sites. Nu, hoe weten we dat dat maanstenen zijn? Voor de maanlanding wist men dat niet. Ja, men kon met niks vergelijken. Ja. En het is maar eerst in januari 82, dat ze effectief een steen gezegd hebben van ja, maar kijk eens, dat klopt met hetgeen dat we met Apollo of zoiets gevonden hebben. Dat komt van de maan. En ondertussen hebben ze dus meer en meer stenen op die manier kunnen identificeren. Nu, als je zo terugkomt en je moet door de douane, en blijkbaar moesten de astronauten van Apollo 11 ook door de douane, want Aldrin heeft dus een formulier, een declaratieformulier moeten invullen, en heeft hem dus geschreven, ja kijk, we zijn met vlucht Apollo 11 gekomen, we zijn op de maan vertrokken, in Honolulu aangekomen, ja, en ik heb wat stof en stenen bij, en nee, ik ben niet ziek, maar officieel staat er dat op, any other condition on board which may lead to the spread of diseases. Ja, die stenen moesten nog onderzocht worden, dus dat is to be determined. Hè. Dus dat moest nog onderzocht worden. Dat schijnt was dat wel een grap van de douane mensen, maar het is dus een officieel formulierje dat dus ingevuld is. Aldrin heeft wel meer formulierjes ingevuld, hij heeft ook een onkostennota ingediend. Het zal geen kilometervergoeding geweest zijn, want $33 is een beetje weinig voor een kilometervergoeding voor over en weer eens naar de maan te vliegen. Maar ik weet ook niet of hem dat geld ooit gehad heeft, maar hij heeft dat dus toch maar eens ingevuld. Nog heel kort iets over dat autootje. Dat waren eigenlijk de oorspronkelijke ideeën die men had van, als we iets gaan hebben op de maan, we kunnen misschien een keer rondrijden, dat is altijd interessant, dus we gaan ineens iets deftig maken. Ja. Je kon daar 2 weken mee rondrijden. Dat was groter dan de maanlander uiteindelijk geworden is. Ja. Men had wel een ander idee. Ze hebben nog zo'n geweldig ideetje. Het Shelter Laboratory and the Lunar Traversing Vehicle. Dat lijkt inderdaad zo op, min of meer op een Amerikaans auto. Ik weet niet wel meer welk merk, maar... En dan, ja, dan komt dus het Apollo-programma dichter en dichterbij. En dat zijn allemaal ideeën uit de tijd dat men nog ofwel over een heel grote raket ging beschikken, ofwel dat men 2 Saturnus V-raketten ging gebruiken om 1 maanlanding mogelijk te maken. Dus dan kun je al wat meer meesturen. Maar ja, 2 Saturnus V-raketten, dat kost natuurlijk wel weer een pakje meer. En er moest toch ook wel bespaard worden. Hè. Apollo heeft wel veel geld gekost, maar ze hebben daar dus wel degelijk in bespaard. Dus men kreeg maar 1 Saturnus V, vandaar, dat ging zeker niet mee. Vergeet dat ook maar. Het is uiteindelijk de auto geworden dat we nu kennen. Dat is op redelijke korte termijn ontwikkeld. Het eerste vluchtmodel is dus ook maar 3 à 4 maanden voor de lancering afgeleverd aan de NASA. Er zijn 4 gemaakt, 3 staan er op de maan en 1 staat waarschijnlijk in het National Air and Space Museum in Washington opgesteld. Dat ding, dat was niet zo groot. Dat woog 210 kilo en je kon daar 490 kilo opleggen. Aardse kilo's dan, als je aardse zwaarte krijgt. Ik weet niet of ik mijn auto, als je dat 2 keer een andere auto oplegt, of dat je hem daar tegen kan, dat weet ik niet, maar het is toch wel straf. Al die wielen waren apart aan te sturen. Je kon ze ook alle 4 tegelijkertijd rijden, of je kon met 2-wheel drive doen. Dat is nogal redelijk afhankelijk van de situatie, kon je daarmee doen wat je wou. Dat was geen gewoon stuur, je gaat dat zelfs op de foto wel zien. Heel belangrijk voor de mensen die in Mission Control zaten, daar stond een grote schotelantenne op, dus ze konden naar de aarde doorsturen. En er stond een camera bij die door het vluchtleidingscentrum kon aangestuurd worden.
als ze daar ergens mee aan het rondrijden waren en ze stopten, en dan gingen die mannen ergens met hun schubje spelen, dan kon ondertussen de geleerden eens zien van, ah ja, ze zijn daar bezig, ja, dat is inderdaad een interessant terrein, maar ondertussen kunnen we wel eens een keer rondkijken met de camera, of dat we nog een interessante plek zien, of gewoon om de context te zien van, hoe ziet er de omgeving uit. Ja? Dus dat was voor de geologen hier op aarde een hele stap vooruit, voor een idee te hebben van hoe dat de maan eruit zag en dat soort van toestanden. En hier heb je die schotelantenne, de camera die erop stond, hun zeteltjes, dat is dus het stuur, dashboard. Om dat mee te pakken moest dat dus ook nogal serieus opgevouwen worden. Vandaar dat die wielen ook naast de auto stonden, er niet onder, maar daarnaast dat kon dat allemaal veel gemakkelijker opgeplooid worden. En de eerste keer hebben ze daar wat problemen mee gehad, denk ik, om er dat uit te trekken en om dat dan in orde te krijgen. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk die drie keren heel goed gegaan. Maximum snelheid lag rond de 13 km per uur. En tijdens Apollo 17 hebben ze het snelheidsrecord gevestigd en hebben ze dus 18 km in de uur gehaald. Gemiddeld, als je dat hier bekijkt, de afstanden die ze hebben afgelegd met de tijd die ze erover gedaan hebben, dan schommelt de gemiddelde snelheid ongeveer daartussen. Dat is bij Apollo 16. Er zit ook maar één astronaut in, gelukkig maar, denk ik. Het is dus geen snelheidsrecord geweest. Kom, terug jij. Zo. De wegen zijn daar nog van slechtere kwaliteit dan hier in België. Je ziet ook wat stof dat dat ding maakt. Ja. Ook al heeft dat dus zijn ongeveer de helft van die wielen afgedekt door spatborden. Het is wel een bewerkt filmpje in die zin dat ze dus het beeld gestabiliseerd hebben, dat je toch iets rustiger kunt kijken, maar daarom dat je kader een beetje verspringt. Dus dan terugrijden, je ziet dat aan de sporen, dat is hem al eens een keer geweest. Er zijn wel wat problemen geweest met het eerste autootje, de Apollo 15. Hebben ze bij de eerste rit werkte de voorwielaandrijving niet, maar ja, dan werkte het alleen met de achterwielaandrijving. Dat hebben ze zelf kunnen oplossen. En achteraf op de foto's hebben ze ontdekt dat er ook een van de spatborden was afgebroken. Maar de mannen hebben dat zelf niet gezien. Apollo 16, daar hebben ze het wel zelf gezien gehad, want ze hebben het er zelf voor gezorgd dat er is afgedonderd. Is er gewoon tegengelopen en dat zei het toen krak, alhoewel dat ze dat niet konden horen. Maar zwat, dat gaf heel veel problemen, want dan ging er nog meer zand de lucht in. Als je daar dan per toeval achter stond, je kreeg dan zo'n berg zand over je, dus je had geen wit pak meer, maar dat zag compleet grijs van stof. Maar dat kwam ook op de batterijen. Die batterijen die hadden dan problemen af te koelen, die liepen dan warm en die liepen dan ook sneller leeg. Apollo 17 heeft er een per abuus met zijn naam er eens tegen geknotst, ja, dan brak dat ook weer af. Maar die gingen dat zelf maken, die hadden een rolletje duct tape bij, dat heeft overal zijn werk gedaan. En die hebben dat gewoon er terug aangeplakt. Ja. Maar ja, dat ding ging onder het stof. En dan moet het duct tape nog zo goed zijn als je het wilt. Als er allemaal stof tussen zit, dat plakt zo goed niet meer. Dus na een uurtje viel er dat ding terug af. Maar ja, ze hadden een hoop kaarten bij die ze toch niet meer nodig hadden. En dan hebben ze proper kaarten, duct tape en wat klemmen. En dan hebben ze dat dus zelf gemaakt. Ze hebben dat wel een keer moeten doorspreken met de mensen op de grond. Die hebben dat dan allemaal in allerijls dus nagebouwd om te zien of dat wel zou werken enzovoort. Maar het heeft gewerkt. Dat is dus ook mee terug naar de aarde gekomen. Want dan konden ze ook zien de slijtage van die kaarten. Want er is altijd zand tegengekomen enzovoort enzovoort. Dat ligt ook nu in het National Air and Space Museum, naar het schijnt. Nu, als ze met de auto gingen rijden, dit zijn de trajecten die ze met Apollo 17 hebben afgelegd. Ze mochten daar zomaar mee gaan toeren. Ja? Want stel dat het autootje in pan zou vallen en dat zou niet meer rijden, dan moest je te voet terug. En als je 5 kilometer weg waart en je had nog maar voor een kwartierke lucht in je pak, dat waren de sigaar. Ja. Dus meestal reden ze in het begin van de rit
het verste weg om dan op hun gemak eigenlijk terug te komen. Aangezien als ze terugkwamen, dan hadden ze toch elke keer minder en minder lucht, zowel in hun flessen als nodig om te voet terug te komen. Vandaar dat ze, zoals je hier ziet, eerst helemaal tot daar gereden zijn en dan langzamerhand zijn teruggekomen. Met Apollo 17 waren ze ook wel iets geruster in en die hebben ze iets meer tussen aanhalingstekens risico's mogen nemen. En nu beginnen we aan het sappige gedeelte en dat gaan we na de pauze doen.